podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn de Schaak. Met mijn gast van vandaag heb ik duizenden kilometers door Europa afgelegd, ettelijke decibels weerstaan, op vloeren en in kraakpanden geslapen en de rock'n'roll lifestyle beleefd. Hij is een van de meest gepassioneerde, geëngageerde en enthousiaste mensen die ik ken en verliet zijn band voor zijn gezin. Hij koos voor een levensstijl die dicht bij zijn idealen aanleunde en begon met tuinderij Bietenrood. Hij bleef echter niet gespaard van ongeluk op zijn pad, maar liet zich er niet door uit het lood slaan. Ivo Kouwenhoven, welkom bij Overeten. Ik zei het al in de intro, jij was een rock'n'roll persoon. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer inderdaad. In de tijd dat wij elkaar leren kennen, Stijn, toerde ik volop met mijn band. Punkrock bandje uit Nederland, intellectual, snelle, politiek geëngageerde punkrock. En wij speelden 10 dagen van de maand waren wij in het buitenland op tour. En dan waren we 3 weken thuis en dan 10 dagen weer op tour. En dat was ons leven. Daar hebben we elkaar leren kennen. Dus dat heb ik denk een goede 10 jaar gedaan ongeveer. Ja. Hoe ben jij punkrocker geworden? Ja, ik was jong en er zat een soort van... toen ik jong was, best wel een beetje zo'n rusteloosheid in mij en een beetje een boosheid in mij. En ik, via kwam ik met het skaten in aanraking. Ik was toen 11, 12, weet je wel. Echt, echt jong. Maar dat skaten, dat greep me wel. Een beetje het gevaarlijke op straat hangen, dingen proberen en... Daarbij hoorde ook die punkmuziek. En zo ben ik met die muziekstijl in aanraking gekomen. En dat was liefde op het eerste gezicht. En ik woonde toen de tijd echt in het centrum van Arnhem. Een relatief grote stad in Arnhem, in Nederland. En wij hadden ook het geluk dat de Goudvishal ook in Arnhem was. Dat is, voor de mensen die dat kennen, een relatief legendarisch zaaltje voor punkrock en hardcore begrippen. Ja, en ik op de een of andere manier ben ik daar geraakt via... Volgens mij was het een broer van een vriend van mij, die ging naar een punkrock show. Ik weet het nog goed. Dat was NRA en Seeing Red en Circle of Friends. En ik was echt jong, maar het was een zondagmatinee en ze zeiden, hey, anders ga je mee. En toen ben ik maar gewoon meegegaan. Ergens vond ik het heel spannend en werd ik bang, want ik dacht zo van ja, zo meteen word ik zo opgegeten door mensen met hanenkammen. Ik had geen idee wat ik kon verwachten, maar ik vond het tegelijkertijd ook heel... Het was gewoon heel aanlokkelijk. Er zat gewoon spanning, er zat gevaar in en dat vond ik ook aantrekkelijk. Ja, ik kwam naar binnen en ik zag mensen met allemaal t-shirts van bands waar ik naar luisterde. En ik weet nog goed, dat is allemaal pre-internet, dus ik had echt zoiets van, hoe kom je in godsnaam aan die t-shirts ook? En wauw, er zijn meer mensen die Pennywise kennen bijvoorbeeld, of NoFX, weet je wel, dat soort bands. En die show, dat was één grote chaos en dat was liefde op het eerste gezicht voor mij. En zo ben ik met die muziek in aanraking gekomen. En wat ik zei, ik was... Iedere maand waren er wel shows, meerdere shows in de Goudvishal waar ik naartoe ging. Het was goedkoop. Ze deden niet moeilijk over mijn leeftijd, want ik was toen vrij jong. Via het skaten leerde ik mensen ook in Nijmegen kennen, een stad naast Arnhem. Daar had je Door een Roosje, daar waren ook maandelijks waren daar heel vaak van die Fat Records of Epitaph bands die daar kwamen. Dat was allemaal toen nog niet zo groot, maar het was wel een hele, hele intensieve get-together altijd. En ik ben daar helemaal in opgegaan. Dus ik was maandelijks zoals ik bij de concerten te vinden. Ja, en ik merkte dat ik zelf daar ook bijdrage aan wilde leveren. En ik speelde wel een beetje gitaar. En toen ben ik samen met een vriend van mij, zijn we eens wat gaan pielen. Gewoon bij hem thuis. En er is een jongen waarmee ik altijd skate. En hij zei van, ja, ik speel wel gitaar, volgens mij jij ook. En zullen we eens wat samen proberen. Ja, dat was Willem en zo zijn we samen wat gaan spelen. Later zijn we dat bandje begonnen met het idiote idee om het intellectual te noemen. Dat is echt een,
meest idiote naam ooit. Maar ja, we waren 14, 15, dus we hadden zoiets van, ah joh, we moeten een bandnaam hebben, dan doen we dat. En via via kwamen we een drummer tegen. Het ging allemaal echt zo heel, zoals zoveel bands, als je 14, 15 bent, zoals die altijd beginnen. Ja, en we waren een beetje aan het oefenen, het was leuk. En we speelden wat covertjes en we maakten wat zelf wat muziek. En toen konden we op een gegeven moment een optreden krijgen. En ik merkte toen wel zo hoe meer ik dus met die muziek bezig was. Zo van, oh, ik zou echt zo graag een keertje zo op het podium van die Goudvishal willen staan. He, dat was echt zo mijn droom. Ja, we gingen spelen. En ik weet niet meer hoe dat precies ging. Maar via via kregen we een telefoontje van Harold van de Goudvishal toen de tijd. Met de vraag of we ook in de Goudvishal wilden spelen. Dat was onze derde show, geloof ik. En super slecht. En we speelden toen de tijd, ik weet nog, met Section 8 uit Zweden. En ja, alles ging mis. Maar ja, dat boeide allemaal niet. Want het was, ik had mijn droom verwezenlijkt. Maar ja, toen was die bal niet meer te stoppen. Dat bleef maar rollen. En ik werd alleen maar enthousiaster. En iedereen om ons heen werd enthousiast van onze muziek. En ja, toen is het helemaal uit de hand gelopen, in positieve zin. Je bandje was een politiek geëngageerd bandje. Hoe koppel je die twee aan elkaar? Toen de tijd, ja, de muziek waar ik mij aangetrokken toe voelde, was heel snel en hard. En dus ook boos, maar het ging ook wel ergens over. Dus als ik bij een concert kwam, dan had je vaak, was wel een beetje een verschil tussen, maar in de meeste concerten waar ik ook wel naartoe ging, had je ook achter in de zaal of wat dan ook, had je wat van die infosteentjes, vaak rondom dierenrechten. En in eerste instantie liet ik dat gewoon maar een beetje links liggen, want ik kwam voor de muziek. Maar tussen de nummers door werd er ook wel wat over de inhoud gepraat wel. En dat die passie die mensen hadden, die bevlogenheid, die geeft me ook wel aan. En ja, zo kwam ik toch in contact met een beetje de politieke kant van het punkrock gebeuren. Dat is heel geleidelijk aangegaan. Een keer een flyertje meegenomen, een keer met mensen wat staan praten. En wat ik voelde is, kijk, de Goudvishal was dan gesubsidieerd, maar het was een zaaltje waar misschien 200 mensen in konden. Maar dat werd gedragen door mensen die niet heel veel ouder waren dan ik. He? Dus ik zag mensen achter het mengpaneel staan, waren ook gewoon jonge kids. Mensen die in de bandjes speelden, waren ook allemaal jonge kids. Mensen die achter de bar stonden of het eten maakten. Het was heel non-hierarchisch. En dat maakte ook dat het voor mij heel fijn was om daar te kunnen zijn. Want ik was in de buitenwereld, voelde ik me niet op mijn plek. En in dat kleine zaaltje of andere zaaltjes waar ik kwam, ja, daar had ik toch een gevoel van verbondenheid. En dat je samen iets neer kan zetten. Hè? Ja, dat gevoel kreeg ik heel erg bij. En daar vlocht die politieke engagement vlocht zich daardoor heen. Van ja, we kunnen zelf de wereld creëren zoals we die graag willen zien. Niet dat ik dat toen al zo heel uitgesproken vond en dacht en zo woorden aan kon geven. Maar dat was wel onbewust met dat vuurtje zo aangewakkerd. Ja, en ik weet dat ik de eerste paar jaar, ik at gewoon alles, ik dronk volop, ik rookte. Ik was een mannetje van 14 en ik deed alles. En langzaamaan is dat besef eigenlijk gekomen van, waar we voor de intro over hadden. Zo van, wacht, als ik goed voor mezelf zorg, daar is niks mis mee. En als ik goed voor mezelf zorg, betekent misschien dat ook wel dat ik een beetje voor de mensen om me heen moet zorgen. Want we doen het samen. Dat was mijn idee. Maar dat betekent ook dat ik een beetje moet zorgen voor de planeet waar we op staan. En de dieren om ons heen. Weet je wel, zo begon het eigenlijk te rollen. Het klinkt een beetje vreemd, want de meeste mensen die niet bekend zijn met punkrock, die denken dat punkrock een beetje tegen alles is. Je zei ook in het begin dat je heel veel boosheid had tegen de wereld. Ja. En toch heb je het hier nu over een positieve invalshoek. Ja, dat klopt, ja. Ja, en dat heeft mij jaren gekost voordat ik daarachter kwam natuurlijk. Omdat boosheid tegen iets kan je omdraaien. Als je dat omdraait, dat betekent niet dat je boosheid hebt tegen van alles, maar dan heb je eigenlijk liefde voor heel veel dingen. En daar ben ik echt, wat ik zei, de laatste jaren pas achtergekomen van, als je ergens om geeft,
En je koestert dat en je draagt het een warm hart toe. Op het moment dat iemand daar aankomt, ja, dan word je geraakt. Dan wil je dat beschermen of hè, dan word je boos. En zo kwam het dat ik die boosheid voelde. Nogmaals, ik was dat toen helemaal niet bewust, maar zo heb ik het later in kunnen vullen. Van waar komt die boosheid vandaan? Dat heeft te maken ook met andere dingen. Hoor. Ik denk dat het wel interessant is om te zeggen, toen ik 5 was, is mijn moeder overleden op hele jonge leeftijd. En dat heeft altijd een hele rode draad door mijn leven gespeeld. En ik denk dat zeker op jonge leeftijd, en als je gaat puberen, nou, dat is de periode waar we het over hebben. Ja, dan gaan dat soort dingen gaan meespelen ook. En op school hoorde ik alleen maar van die standaard verhaaltjes van, nou ja, goed, hè, je gaat nu naar school en zo meteen ga je studeren en dan krijg je een vrouw en dan ga je carrière maken en kindjes maken en bla bla bla, weet je wel. Gewoon het burgerlijke verhaal. Ik dacht, nee, zo gaat het gewoon niet. Dat is niet de realiteit waar ik in leef. Dus daar was al verwijdering. En met mijn leeftijdsgenoten ook, de meeste mensen van mijn klasgenoten, ja, weet je, als het een ouderavond was, kwamen beide ouders, weet je wel. Dat was bij mij nooit. Toen ik nog jonger was, als ik iets voor moederdag moest maken, op school, weet je wel, er was altijd moeilijkheid. Dus in die tijd nooit iemand naar mij toegekomen van, hey, bij jou is het anders gegaan, maar dat is ook oké. Bij mij werd altijd gestotterd en zo, je moeder is nou, maak dan maar iets voor je vader. Alsof ze nooit had bestaan, weet je wel. Nou, ik denk dat die rode draad is wel belangrijk geweest ook voor het feit dat ik me thuis voelde bij die sociale misfits in het punkrockwereldje. Want daar waren heel veel mensen die daar gewoon uiting aan gaven. En die boze bands, die zongen daarover. Zo van, het is niet allemaal perfect. En het is allemaal niet altijd leuk. En het is niet altijd roze geur en maneschijn. En ja, dat is wat me er heel erg toe trok. Langzaamaan kom je in contact met heel veel mensen. Kom je in contact met heel veel ideeën. Ja, ja. Die vormen de basis van waar je voor staat. Ja. Je hebt al dierenrechten eventjes aangehaald. Dus na verloop van tijd, dan werd jij vegetariër. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ik weet nog dat er in diezelfde goudvishal was een 2-daags festivaletje. En voor de mensen die dat niet kennen, maar we gaan toch heel even terug naar een gezamenlijke geschiedenis die we hebben, Stijn. Al die 8000 bands speelden daar. Facedown speelde toen, Congress, Liar, welke nog meer, Deviate speelde, weet je, al die bands. En ik was toen nog geen vegetariër. Maar Animal Truth was er ook. En dat was een groepje uit België. En wat zij heel goed deden, was heel lekker koken ook. En zij verzorgden toen ook de catering. En ik zat daar te eten en ik dacht, ja, als dit vegetarisch is, dan ga ik dat gewoon maar proberen. Om vegetariër te zijn. Nou, een dag later zag ik op televisie toevallig een Nederlandse bioloog, Midas Dekkers. Die liet ons zien hoe we met de dieren omgaan. Gewoon heel kort een filmpje van een minuutje. Dus dan zag je dat een hond geaaid werd en dat een katje aangehaald werd. Maar ook gewoon hoe het in slachthuizen eraan toe gaat. En dat was heel confronterend. En ik had dat weekend ervoor had ik dus zo lekker gegeten. En ik zag toen die vreselijke beelden. Toen dacht ik, nee, voor mij geen vlees meer. En zo ging het van het een op het ander. Ja, heel simpel. Dan, we gaan een beetje forwarden. Ja, ja, ja. Je gaat regelmatig op tour met je bandje. Maar jouw levenssituatie is ondertussen al veranderd. Suzette, jouw vriendin, was er toen bij. Ja. Had je de band verlaten met 1 of 2 kindjes? Ik weet het nu niet meer goed. Maar je had net met 2 kleine kids. En daarvoor heb je de band te laten liggen om voor je gezin te kiezen, toch? Ja, ja, er kwam feitelijk wel meer. Suzette en ik wilden graag kinderen en dat lukte. maar toen speelde ik ook in de band. Maar we wisten ook zo van ja, de levensstijl van de band en kinderen, dat wordt lastig. Maar we gaan het gewoon proberen. En als wij voorzichtig aandeden, konden we zo net rondkomen met de band. Maar ik was wel veel weg. En toen raakte ik ook zwanger van onze 2e kindje. En ik heb het toen even geprobeerd om te combineren, maar ik voelde dat mijn hart echt niet meer. Ja, ik kon die band niet meer geven wat het verdiende.
En ik had ook andere dromen. Dat kwam een beetje ook omdat wat ik aan, in de intro zei, zo van, wij zijn nooit begonnen met het idee om een hele grote band te worden. We zijn gewoon maar gaan spelen en dat is totaal uit de hand gelopen en dat was te gek. Maar ik had ondertussen heel Europa afgetoerd, meerdere malen in Amerika geweest, met alle bands waar ik echt fan van was als jongen. Daar deelden wij het podium mee, waren we vrienden mee geworden. Dus in die zin was het voor mij ook niet meer zo moeilijk om voor mij op mijn hoogtepunt te stoppen. Ik had zoiets van, ja, het is goed geweest zo. En ik wil verder met andere dingen in mijn leven die ik belangrijk vind. Zo is dat. Eigenlijk voor mij was het een vrij makkelijke keuze. Ja. En dan ga je van in een busje rondrijden en op vloeren slapen naar een kantoorjob. Nee, dat zat er niet in. Ik weet dat Suzette en ik hadden bedacht van, Suzette die was ZZP'er, die maakt websites en die is een beetje zo creatief. Een ZZP'er, dat is een typisch Nederlands iemand, dat is een zelfstandige zonder personeel, als ik me niet vergis, toch? Ja, exact, ja, okay. Precies. Dus dat is... Ja, dat is een rechtsvorm die we in Nederland hebben. Ja, eigenlijk een kleine eenmanszaak, freelance. Een eenmanszaak, ja, exact. En zij maakte toen de tijd vooral websites, gaf ook lessen in digitale beeldbewerking, Photoshop, WordPress en dat soort dingen. Dus dat deed zij. En ik had dan als bijbaantje, werkte ik in een natuurvoedingswinkel. Want in die tijd ben ik van vegetariër naar veganist gegaan en ik werd steeds meer aangetrokken ook tot de biologische sector. En een bijbaantje in een natuurvoedingswinkel, dat vond ik prima, want daarnaast had ik tijd om voor het gezin te zorgen. Suzette deed dat ook deels, hè, dus dat vingen we dan zo mooi samen op. En vervolgens had ik tijd om meer richting te geven aan de idealen die erin waren geslopen. En eerst deed ik dat vooral via het bandje, maar nu kon ik een mooi veganistisch eetcafeetje opzetten. Als vrijwilligerswerk. En me vooral daarmee bezighouden. Dus kantoorbaan zat er niet in. Maar zo heb ik het ingevuld. En dan werken in een biowinkel. Daar vind je natuurlijk heel veel vegetarische producten. Heel veel veganistische producten. Maar er is toch nog een verschil tussen de vegetarische, veganistische levensstijl en wat bio inhoudt. Ja, zeker. En dat is ook wel, dat wordt nu heel erg gescheiden, anno 2020. En ja, we praten nu over 20 jaar geleden, dus rond de millenniumwisseling, weet je wel. En toen had je bij de grote supermarkten, kon je niet prefab vegan pizza's halen of soja latte's en dat soort dingen. Dus als je het over veganisme had, dan moest je echt naar de natuurvoedingswinkel voor je producten. En daar, zo ben ik met de biologische sector in aanraking gekomen. Maar dat werd wel echt gescheiden hoor. Het was een beetje net als hoe ik ook zo voor het eerst een concertzaaltje binnenliep. Toen ik voor het eerst de natuurvoedingswinkel inliep, had ik het gevoel van wow, hier werken mensen echt aan hun idealen. Maar dan niet zozeer dat ze boos waren wat bij het concertzaaltje was, maar als wel dat ze echt werkte aan een constructief alternatief voor een betere wereld. En dat greep me toen heel erg aan. En toen had ik, net als met dat bandje, had ik zoiets van, ja, ik wil daar deel van uitmaken. Toen ik in de natuurwinkel ging werken, toen merkte ik zo, ah, dit is te gek. Hè? Inspirerende mensen ontmoet. Maar ik wilde nog meer terug naar de kern om echt een bijdrage te leveren. Van wat is nou het meest, hè, wat is mijn plek daarin en wat kan ik dan echt bijdragen en hoe kan ik zo compromisloos mogelijk een invulling geven aan mijn leven? Daar kwam het eigenlijk op neer. En dus zet je verdere stappen richting bio. Maar gewoon even voor de duidelijkheid, wat is dat bio nu? Waar zit het grote verschil met de traditionele groenten die je in een supermarkt vindt? Ja, dat is op zich niet zo heel moeilijk. De biologische sector die onderscheidt zich door het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen niet toe te passen. Heel kort gezegd is dat het enige wat iets wel of niet bio maakt. Maar dan komt de
wel aanzienlijk meer bij kijken. Papierwerk bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Maar kijk, mensen in Europa, eigenlijk wereldwijd, maar zeker in Europa en ook in België en Nederland. Als zij biologisch willen telen, dan moeten ze een keurmerk aanvragen. En dan wordt je bedrijf wordt dus ook gecontroleerd of je wel helemaal biologisch werkt. Dat is echt naar de klant toe. Hè, dat ze zeker weten dat als ze iets in de supermarkt pakken en er staat zo'n groen blaadje op, dat ze zeker weten, nee, het is niet bespoten, er zit geen kunstmest bij. En de meeste biologische telers, want ik zeg het nu heel kort door de bocht, maar de meeste biologische telers, die houden nog meer ideeën op na met betrekking tot het creëren van een gezonde bodem met een gezond bodemleven. Die zorgen voor een vruchtwisseling daarmee. De omgang van de mensen binnen de biologische sector met elkaar rondom goede arbeidsvoorwaarden en zo. Daar wordt ook naar gekeken. Dat zijn eigenlijk secundaire omstandigheden. Als je dat zo uitlegt, dan begreep ik waarom jij je daartoe aangetrokken voelde. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk, dat is heel simpel. Van, nou, het is ethisch, stond dat heel dicht bij mijn idealen. Ja. En dan plots denk ik van, oké, dit werken in de biowinkel. Heel leuk, maar ik ga toch misschien nog wat dichter bij mijn idealen gaan aanleunen. Ik ga zelf een beetje in de modder spelen. Ja, precies dat eigenlijk. Ik was in de biowinkel, verzorgde ik heel vaak de groenten. Dus de sla, de prei, de wortels, weet je wel. Dat legde ik allemaal klaar en dat vulde ik aan en ik deed die bestellingen. En dat vond ik tof. En tegelijkertijd leerde ik ook mensen kennen die zelf groenten teelden. En moet je voorstellen dat ik kwam uit de stad, hè? Dus ik wist niks van groenten telen. Echt helemaal niks. Jij was zo'n jongetje die dacht dat chocolademelk uit een bruine koe kwam. Ja, echt letterlijk, inderdaad. En het was echt magisch dat ik dacht van, wow, er zijn gewoon mensen die dat echt zo kunnen telen. Die dat echt doen. En die ervoor zorgen dat iedere ochtend maar weer bij ons in de schappen ligt. Dus die fascinatie, dat was er enorm. Maar het stond ook heel ver van me af. Wat jij ook zei, ik speelde in punkrockbandjes. Ik had een sociale opleiding gedaan. Ik wist niks van goed te telen. Totdat op een gegeven moment iemand vroeg van, ja, er was een bevriend stel. Ja, niet echt vrienden, maar meer zo kennissen. Die hadden dus een tuinderij. En zij was zwanger van hun tweede kindje. En zij kon die zomer, dat seizoen kon zij niet op het bedrijf werken, echt op het land. En ze zochten iemand om haar plek voor dat jaar in te nemen. En tegelijkertijd waren ze ook aan het kijken of ze nog iemand in de vennootschap in het bedrijf konden meenemen. En ze vroegen mij of ik dat wilde doen. En ik had zoiets van, ja, maar ik weet helemaal niks van groente telen. En zij zei, nee, maar jij bent bevlogen en je bent enthousiast en je met je idealen zit het goed. Dus het leren, dat daar geloven we wel in. Dus we hebben wel vertrouwen in jou. En zo ben ik van de biologische winkel echt naar een biologisch landbouwbedrijf gegaan qua werk. Ja, dat was mijn eerste stap. Ik vind de naam tuinderij heel mooi, maar wat is het verschil met een boerderij? Ja, een boerderij, er wordt vaker toch gezien dat er ook vee is en dat er met dieren wordt gewerkt. En een tuinderij kan dat ook hoor. Er wordt heel vaak op een tuinderij zijn ook wel wat dieren aanwezig, maar dat is eigenlijk niet de primaire bedrijfsvoering. De tuinderij is veelal de groente die geteeld wordt en waar ze hun focus op hebben. Dat is eigenlijk het grootste verschil. Dus landbouw is eigenlijk de grote paraplu waar alles onder valt. Nou, dan heb je akkerbouw. Dat zijn echt hele grote hectares met heel veel dezelfde gewassen. Zoals maïs of graan, zo'n dingen. Maïs, graan, maar dat kan ook sla zijn. Dat kan ook peen zijn, ja. Dus er zijn natuurlijk, ik weet niet precies waar de grens ligt. Maar een stapje daaronder heb je de tuinbouw. Wat zich inderdaad eigenlijk richt op de groente teelt. En dan heb je ook de veeteelt natuurlijk. Ja. Dus met de dieren. Ja, ja, oké, duidelijk. Jouw eerste ervaringen daar op het land. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat was gek. Ik ging 1 mei ging ik in dienst daar. En nou, dan is het al een beetje mooi weer. Dan gingen we voor het eerst sla oogsten. En ik werd aan de hand genomen van mensen die daar werkten. Ik deed een oogstbroek aan. En dat is een soort
Het zijn laarzen, een soort kaplaarzen die je aandoet. En we gingen naar de kast toe om de eerste sla van dat seizoen te oogsten. En mij werd uitgelegd hoe ik dat moest doen. En het voordeel was wel dat ik wist vanuit de biologische winkel hoe zo'n sla er mooi uit moest zien. Dus ik kon wel een beetje kijken van hoe dat dan precies eruit zag. Maar toen ik die kast binnenstapte, die geuren... Geuren doen heel veel, hè? Je bent veel met eten bezig, dat hoef ik niemand uit te leggen. Maar geuren, op het moment dat je zo'n kast instapt, dan ruikt het daar... Het is altijd wat warm en je ruikt het leven daar. En je ruikt de grond, je ruikt de verse sla. En nu nog steeds, als ik sla oogst, moet ik daar terug aan terugdenken. Dat is magisch. Dat is een heerlijke geur, is dat. En toen zei ik, ja, hoeveel sla gaan we oogsten dan? Ja, zei ze, ja, 700 kroppen sla. En ik stond echt een beetje te duizelen van, wat? 700 kroppen? We waren met z'n vieren. En... ze hadden alle geduld met mij, dus samen met een meisje gingen we dan samen de sla oogsten en dat ging goed. En dan op een gegeven moment ging ik mijn eigen kisten vullen en die andere twee die waren al onderweg. En met een uurtje hadden we 700 kroppen sla, hadden we geoogst. Dus ik denk dat ik er zelf 10 heb gedaan. De rest had altijd weg. Maar dat was echt letterlijk mijn eerste ervaring in de tuinbouw, het oogsten van sla. Nou ja, dan... ik was aangenomen om alles te doen. Dus ik ben gaan schoffelen. Want ja, je gebruikt geen bestrijdingsmiddelen. Dus alles moet veel met de hand. Je moet kijken hoe je mooie tilten kan krijgen. En dat hele jaar, ik heb zo ontzettend veel geleerd. Van schoffelen tot oogsten, tot planten, tot alles heb ik gedaan. Trekken, rijden. Nou, dat was geweldig. Dan heb je daar op die boerderij, of die tuinderij liever, de kans gekregen om heel veel te leren. Ja. Gewoon om even een beetje een idee te krijgen, wat waren de dingen waar jullie vooral mee bezig waren? Sla, neem aan dat er nog wat andere groenten bij hoorden. Ja, de tuinderij waar ik ging werken, dat was een tuinderij die op de markt stond, die verkochten. Die deden directe afzet, zoals dat heet. Dus die stonden op toentertijd twee markten. En ze hadden ook groentepakketten. Dat betekende dat zij misschien 40 verschillende soorten groenten tilden. En die gingen allemaal direct van het land naar de klant. Ja, dat maakte dat het werk heel divers was. Dus de ene dag was ik bezig met knolselderij. De andere dag was ik in de aardappels bezig. De volgende dag was ik in de tomaten bezig. En alles wat erbij kwam kijken. Dat vond ik ook heel leuk. En dat inspireerde mij ook om... had ik het gevoel van... Ja, dit wil ik zelf doen. Dit wil ik ook. Net als met het bandje ook. Ik ging naar bandjes kijken. Dat ik het gevoel had, dit wil ik zelf doen. En dat gevoel had ik zelf als in de biologische landbouw. En dus na verloop van tijd, dan had je het gevoel dat je voldoende geleerd had en ging je eigen tuinderij starten, je eigen bandje. Ja, precies. Dat is die vergelijking gaat wel op, maar dat heeft ook jaren geduurd. Net als dat ik die jaren overdeed voordat ik voor het eerst een optreden kon doen met mijn bandje. Zo heb ik echt jaren... aan minimumloon, minder dan minimumloon, heb ik op verschillende plekken gewerkt om echt zo dat ambacht van het groentetelen eigen te maken. Ik moest zoveel leren. En toen ik eenmaal startte met mijn eigen bedrijf, ik wist dat ik niet alles wist, verre van. Maar ik had wel het gevoel van, ik ben er wel nu klaar voor, want nu kan ik niet meer leren als medewerker. Ik moet nu gewoon in het diepe springen en dan along the way leer je genoeg. Als eigen ondernemer. Het boeren, als het ware, het werken op het land, had je dan misschien wel in de vingers. Die groene vingers had je als stadsjongen ondertussen gekweekt. Mm-hmm. Maar ja, er komt natuurlijk veel meer bij een bedrijf kijken. Ja, ja. En voor de mensen die luisteren. Ik had een aantal jaren dus in loondienst op het land gewerkt. En vervolgens maakte ik de stap om voor mezelf te gaan werken. En dat heb ik samen met mijn vrouw gedaan, met Suzette. Omdat wij heel goed wisten dat het meer was dan alleen maar weten hoe je groenten moet telen. Dus je moet echt goed... Er komt zoveel bij kijken bij een eigen bedrijf. En dat is wat veel mensen met een eigen bedrijf... En dan maakt het niet uit of je dan een eigen boerderij hebt. Of dat je sound engineer bent. Maakt niet uit.
je weet dat daar heel veel meer werk bij komt kijken dan je primaire bedrijfsvoering. Dus ja, dan heb je het over boekhouding, dan heb je het over financiële, over begrotingen maken, over acquisitie en al die dingen, ja. Ja, van acquisitie gesproken. Hoe begin je daaraan aan je eigen tuinderij? Had je ergens een voetbalveldje gezien waarvan je dacht van nou, ik ga dat even kopen en beginnen zaaien? Of hoe werkt dat? Omdat ik de keuze heb gemaakt om volop met mijn idealen bezig te zijn, was de consequentie ook dat ik financieel zat er niet heel ruim. Ja, als je dan zo'n bedrijf wil opzetten, dan moet je creatief denken. Je moet echt kijken naar verschillende mogelijkheden. Dus enerzijds ben ik letterlijk naar stukjes land gaan kijken bij ons gewoon in de buurt. Hè, dacht ik zo van nou oké, als ik een stukje land kan huren, dan ga ik daar alvast beginnen. Gewoon in ons woonhuis waar we toen zaten. Inmiddels hadden we ook 3 kinderen. Dus we woonden in een huis in Arnhem nog steeds. Maar het andere was om een tuinderij over te nemen. Biologische tuinderij. En dat had andere voordelen. De grond is heel belangrijk. Biologische grond. Een van de regels waar je aan moet houden als biologische teler is dat de grond 2 jaar moet biologisch bebouwd zijn voordat je echt biologisch kan telen. Dus als je al een stuk grond hebt wat al biologisch certificaat hebt, dan hoef je die 2 jaar niet te overbruggen. Nou, dus dat is heel voordelig. Dus ik had alle opties had ik geopend. En vervolgens ben ik via in contact gekomen met een stel wat meer op leeftijd was. En die gingen richting de 70 en die wilden stoppen. En die waren op zoek naar gepassioneerde mensen die het wilden overnemen. En in eerste instantie wilden zij het verkopen. En ik ben dat gesprek aangegaan. Ik heb gezegd van nou, dat gaat ons de komende 5 jaar niet lukken. Geef ons 5 jaar de tijd om ons bedrijf op te bouwen. En dan kunnen we het na 5 jaar... kopen. Dat was de insteek. Nou, zij hadden daar vertrouwen in. Dus toen konden wij verhuizen naar de plek. Want het was een boerderij met land eromheen. Dus wij huurden de boerderij. En wij pachten het land. En toen konden we in 2016 konden we aan de slag. Jij bent dan gaan verhuizen van de stad naar letterlijk de boeren buiten. Hoe ver lag dat uiteen? Ja, wij verhuisden naar Rossum. En dat ligt echt helemaal tegen de Duitse grens aan. Dat was 1,5 uur rijden van Arnhem, van de woonplek waar ik altijd heb gewoond. En wat je zegt, dat is echt het platteland. Dus andere mentaliteit ook. Ja, de eerste grotere stad in de buurt was 1,5 uur rijden. En dus dat was het. Een beetje een lifestyle switch neem ik aan. Ja, en dat was voor het hele gezin. Kijk, ik wist wat ik moest doen. Ik was gewoon day and night was ik bezig met groenten telen. 7 dagen in de week was ik daarmee bezig. Maar de kinderen moesten natuurlijk ook naar school. Suzette was al mee in het bedrijf, maar die had ook andere ideeën en verlangens wat ze erop nahield. Dus zij is heel creatief ook. Daar moest ook een balans in gevonden worden. Ja, daar gaat ook veel tijd en energie in zitten. En net als wat je er net aangeeft, zo van zomaar een bedrijf starten, dat hoort er ook allemaal bij als je zo'n keuze maakt. Ja. Hoe groot was het bedrijf wat je toen overgenomen hebt? Wij zijn gestart met 1,5 hectare volle grondteelten, zoals het dan heet. En wij teelden bijna 40 verschillende soorten groentes. En een groot deel was er dan op gewoon buiten. Maar we hadden ook nog 4 tunnelkassen. Dat zijn plastic foliekassen. Waar wij, ja, vroeg in het seizoen hadden wij dan al sla. En dan hoog in het seizoen hadden we daar de komkommers en tomaten, aubergines, paprika's. Tilden we daar en dan in het naseizoen hadden we dan nog meer sla-soorten. Winterpostelijn en dergelijke. En dat was 0,1 hectare. En na het eerste jaar zijn we opgeschaald naar 2 hectare. Dus het was een vrij grote stap om dat te zetten. Maar ja, er gingen heel veel dingen mis in dat eerste jaar natuurlijk. Maar over het algemeen ging ons bedrijf ging als een dolle stier. Dat ging heel goed, ja. Want jij had ervaring en netwerk en je wist meteen waar je je groenten kwijt kon. Ja, ik denk dat een groot voordeel wat wij hadden is dat wij uit de stad kwamen. Dus we moesten op het land heel veel leren. Maar qua netwerken en qua acquisitie en mensen bereiken, dat konden wij heel goed.
Suzette die was heel creatief met de output naar de buitenwereld toe. Dus zij maakte filmpjes. Iedere week maakte zij een kort vlogje. We schreven een nieuwsbrief die heel goed gelezen werd, waar mensen op geabonneerd waren. En die output naar buiten toe, die was, ik denk dat dat er heeft bijgedragen aan dat wij direct een goed klantenbestand konden opbouwen. En ja, mensen, ik ben ervan overtuigd dat als je een goed product levert, maakt niet uit wat het is, als je een goed product levert, dan willen mensen dat wel. Daar hoef je ook niet voor te schamen en daar kan je ook volop reclame dan voor maken. En dat is wat wij ook deden. Dus wij hebben, natuurlijk waren die filmpjes, gingen niet alleen maar over dat wij ook volop met de boekhouding bezig waren. We lieten natuurlijk mooie beelden zien. Maar het stond wel heel dichtbij ons. Het was heel erg open en heel erg transparant. En dat vonden mensen denk ik ook heel erg fijn om te zien. Echt een hele frisse wind rondom de biologische sector. Ja, ik denk dat dat heel goed werkte. Werkte je dan op dezelfde manier als waar je voordien in loondienst was? De markt doen en op die manier je klanten breken? Of hoe kreeg je die groenten tot bij de mensen? Was dat direct to consumer? Ja. Ging je naar de bio-winkel? Leg eens uit. Ja, wij gingen de plek die wij overnamen, die had een boerderijwinkel. Dus dat was een natuurvoedingswinkel, maar dan echt zo op het erf. Die hebben wij overgenomen. En we kozen ervoor om groentepakketten ook te doen. Dus mensen hadden een abonnement en kregen wekelijks direct onze groenten. Mijn droom was om ook een markt erbij te nemen. En toen was het toeval dat wij in het eerste jaar ook gebeld werden of wij de biologische markt in Enschede, dat is een half uurtje was dat van onze boerderij, of we die over konden nemen. Dus dat hebben we toen ook direct gedaan. Tegelijkertijd hadden we ook een webshop en we hadden ook een samenwerking met een andere tuinderij dat in de buurt was, dat wij ook aan hun groenten konden leveren. Want we kozen ervoor om heel veel te telen, maar we hebben toen direct met die tuinderij ook afgesproken, was ook een biologische tuinderij, dat wij niet alles gingen doen en zij ook alles. Dus het was meteen een mooie samenwerking. Zij tilde bijvoorbeeld volop de bonen. Nou, in de tijd dat de bonen geoogst moeten worden, zijn vaak ook de courgettes bijvoorbeeld goed. En dat zijn allebei teelten die heel veel vragen. Daar moet je eigenlijk om de dag of iedere dag moet je daar doorheen. Want je hebt het niet over 2 of 3 courgettenplanten, maar wij hadden 150 courgettenplanten. En iedere dag komen daar nieuwe courgettes aan en moet je daar doorheen. Zelfs in de zomer 2 keer. Nou ja, wij spraken af met elkaar. Als jullie nou de bonen doen, dan nemen wij dat van jullie af. Dan doen wij de courgettes, nemen jullie de courgettes van ons af. En zo hadden we meer tilten. Ook de mais en dergelijke, en de tuinbonen. Ja. Dat was een hele mooie samenwerking. Dus daar hadden we ook een afzetkanaal. En dat werkte heel goed. En het klein beetje ging ook nog naar natuurvoedingswinkels in de buurt. Maar eigenlijk het meeste, wat ik altijd zei, is de meeste sla die wij teelden, die sneden wij 's ochtends. En aan het begin van de middag lag die bij de klant op de keukentafel. Want er was ongeveer een, als ik me goed herinner van jou te volgen, er was ongeveer een perimeter van x aantal kilometer en daarbuiten, ja, landen jouw groenten niet? Ja, nee, wij hadden eigenlijk, wij hielden ongeveer 30 kilometer aan. Echt met het idee van lokaal getilde groenten hoeft niet ver te reizen om bij de klant te komen. Ook weer in lijn met de idealen. En wat ik wel heel erg heb geleerd, is je moet natuurlijk wel, je komt er niet onderuit om ergens een compromis te sluiten. Dus toen wij in de winter moesten wij kozen ervoor om door te gaan, maar hadden we weinig op het land staan. Dus dat betekende dat we via de biologische groothandel wel wat aankochten. Dus dat soort keuzes maakten wij wel. Maar goed, ja, dat vond ik prima te verantwoorden. En is dat eigenlijk een manier van leven of een manier van kweken die haalbaar is in een maatschappij als de onze? Ik bedoel, je komt uit Arnhem, is geen kleine stad. Daar zijn heel veel monden die moeten gevoed worden. Ja, dat is inderdaad altijd de discussie. Hè? En ik weet ook niet of dat. Kijk, wij hadden ons bedrijf was financieel was dat gezond. We waren er nog lang niet hoor. Dus we hebben gewoon. In de eerste jaren hebben we ook veel fouten gemaakt. En ook financieel was het eindjes aan elkaar knopen. Maar de manier van werken zoals wij dat deden, dat had gewoon een toekomst.
En ik weet dat kleine tuinderijen hier in Nederland in ieder geval, en ook in België volg ik een aantal tuinderijen, ja, die doen het gewoon hartstikke goed. En zeker ook nu we in de coronatijd zitten. Ik weet van tuinderijen die van 200 naar 300 klanten in de maand zijn gegaan. Dat is een enorme groei natuurlijk. Dus ik heb in al die jaren dat ik nu bezig ben met voeding en biologische voeding, heb ik gezien dat er werd steeds meer een switch van de echte grote supermarkten die zelfscan supermarkten werden en steeds groter. En het contact met de cashier was er niet eens meer. Hè. Echt heel anoniem. Dus ik denk dat een consumentenrol daar is weggelegd. Hè. Dat mensen steeds meer, en ook online en zo, het wordt steeds anoniemer. Daar is een behoefte aan. Maar tegelijkertijd is er ook een andere beweging gaande. Dat mensen echt helemaal zat zijn en juist willen weten waar hun groente vandaan komt. Ze willen weten wie hun groente heeft geteeld. Ze willen hun groente kunnen zien. Dus dat die transparantie, het kleinschalige, ja, daar is veel meer behoefte aan. En dat hebben wij ook heel erg ervaren. Want toen wij de markt gingen doen en ik stond zelf achter de marktkraam en mensen vroegen zo van, ja goh, hoe komen jullie aan die groente? En dan wees ik naar de kraam en zei, nou ja, afgezien van het fruit heb ik alles zelf geteeld. En dan moesten ze lachen. Dan zeiden ze, ja, je hebt alles zelf geteeld, hoe bedoel je? Ik zei, nou ja, zoals ik het zeg. Ik heb alles zelf geteeld. En dat mensen zo een beetje met hun mond vol tanden stonden van ja, maar dat kan toch niet? Ik zei, jawel, kan wel. Je moet er gewoon heel veel tijd in steken. Het is heel hard werken. Maar dit is het resultaat. Ja, dat is een visitekaartje waar niemand tegenop kan. Mensen kwamen dan die week daarna natuurlijk terug en die namen ook hun vrienden mee. Snap je? Dus jij plant een zaadje en het begint te groeien. Ja, letterlijk en ook figuurlijk. Maar wat je aangeeft, want ik merk dat jouw vraag was natuurlijk ook van is het haalbaar? Dan kom je ook snel op een wat grotere discussie natuurlijk van de biologische sector krijgt vaak het verwijt, ja, je kan niet de wereldbevolking ermee voeden. En dat vind ik best wel een legitiem argument. Ik weet ook niet, ik ken de cijfers niet, ik ben geen onderzoeker. En ik vind ook wel dat de biologische sector daar een uitdaging heeft om naar manieren te zoeken dat wel kan. Want biologisch is in de 20 jaar dat ik er nu in bezig ben, is enorm gegroeid. Maar nog steeds is het eigenlijk maar, ja, wat is het in Nederland? Volgens mij 5% van het totale landbouwareaal. Dat is natuurlijk peanuts. Maar tegelijkertijd merk je ook dat, omdat het steeds de behoefte is er steeds meer, en de biologische sector schuift steeds meer op naar de gangbare manier van werken, en je ziet ook dat de gangbare sector steeds meer opschuift naar de biologische sector. Dus ik denk dat daar ook steeds meer, er vindt daar steeds meer kruisbestuiving op plaats. En ik denk dat dat heel inspirerend is. Want het kan gewoon niet meer zo het kleine, tochtige natuurvoedingswinkeltje zijn als in de jaren 90. We zitten in anno 2020, het moet ook volwassen worden. Snap je? Ja, het klinkt alsof je daar wel nog uitdagingen ziet. En wie weet komen daar wel antwoorden uit. Rome is niet op één dag gebouwd. Een plant is er ook niet klaar om te telen op één dag. Dus er zijn nog uitdagingen. Maar terug naar jouw tuinderij. De naam was Bietenrood. Hoe ben je daarop gekomen? Was dat de originele naam? Heb je er zelf voor gekozen? Ja, ik heb er zelf voor gekozen. En dat was, ja, ik ben nooit zo goed geweest in namen kiezen, gezien ook mijn punkbandje. Nee, dat is flauw. Nee, Bietenrood, ik heb daar wel over nagedacht. En ik wilde een website starten, omdat ik in de biologische landbouw werkte. En ik had de ambitie om daar dus verder in te gaan. Maar ik merkte ook dat ik mensen mee wilde nemen op mijn zoektocht. Dus als ik dan wilde een website opzetten met ideeën rondom recepten, met wat ik teelde, maar ook wat meer achtergrondinformatie over hoe ik dat dan teelde. En dat was nog in loondienst, hè? Dus dat ik zo mensen, de gap tussen de boer en de consument, dat ik die een beetje wilde verkleinen. Dus ik had een website gemaakt en ook met wat blogjes en zo. En ik noemde dat Bietenrood, omdat ik dat die
die naam vond ik mooi klinken. En ik vond ook bieten telen vond ik altijd heel leuk om te doen. Ik vind dat een mooi product om te telen. En het rood van die bieten, zo, dat de natuur zoiets, zo'n sterke kleur kan produceren. En zo'n sterke uitstraling heeft, dat vond ik symbolisch heel erg mooi. Dus zo ben ik die website begonnen. En toen we uiteindelijk met onze tuinderij zouden gaan beginnen, was het eigenlijk duidelijk van, ja, dat moet dan gewoon bietenrood heten. Dat klinkt mooi en dat slaat aan. Nou, gaan we doen. Dat is dan ook een succes geworden? Ja. Zoals heel veel bedrijven het eerste jaar hard werken, eentjes aan elkaar knopen en langzaam groeien. Maar je zei dat het aan het groeien was. Tot 2018. Ja, dus ik vertelde dat we hadden net de markt overgenomen in Enschede. En in januari gingen we daarmee beginnen. En ik had net de tweede zaterdag had ik op de markt gestaan. En die zondag daarna was ik moe. Maar voldaan, want het ging goed op de markt. En we gingen grote plannen maken voor het komende seizoen. We hadden net 1 jaar dus achter de rug. Ja, we waren 1,5 jaar bezig. En toen ging ik naar bed toe. En toen kreeg ik hoofdpijn. En ik dacht, ja, ik heb hoofdpijn. Ik zou wel te hard gewerkt hebben. Misschien moet ik morgen even een dagje wat rustiger aandoen. En 2 paracetamol naar binnen gewerkt. En ik voelde me steeds slechter. Die hoofdpijn werd steeds erger. Maar ik dacht dat ik oververmoeid was. En ik weet nog dat ik tegen Suzette zei van, wil jij morgenochtend de kinderen naar school brengen? Want ik moet heel even een dagje plat blijven liggen. En dat is het laatste wat ik me kan herinneren. En het volgende moment dat ik wakker werd, was in een kamer die ik niet kende. Vol met mensen die paniekerig om me heen liepen. En vol met apparatuur die ik niet kende. En was even een ander moment van wakker worden. Wat was er aan de hand? Er werd mij gezegd dat ik een hersenvliesontsteking had gehad. Dat ik zondag, toen ik naar bed ben gegaan, wat ik me niet meer kan herinneren, ben ik gaan ijlen en wartaal uit gaan slaan. Waardoor Suzette de arts heeft gebeld. Ben ik naar het ziekenhuis gebracht. En toen heb ik 2 dagen in coma gelegen. Hersenvliesontsteking tast je hersenvlies natuurlijk aan en daardoor gaan je hersenen als paniekreactie gaan ze ook zwellen door de infectie. En als je daar niks aan doet, dan kan het binnen 24 uur kan het fataal zijn. En ja, omdat die hersenen maar bleven zwellen en ook op de hersenstam bleven drukken, was het echt kantje boord. Het was echt. Hing mijn leven binnen 24 uur aan een zijden draadje. Nogmaals, ik wist er niks van, want ik heb al die tijd in coma gelegen. Maar ik werd wakker in het ziekenhuis en toen is dat mij allemaal verteld. En waren ze blij dat ik nog leefde. En toen stortte alles waar we voor hadden gewerkt, stortte allemaal in. Want het is niet van zoiets dat je een week later het ziekenhuis uitwandelt en gewoon weer lekker het veld op kan. Nee, dat omdat het schade aan de hersenen toebrengt, is het vaak zo dat mensen met een hersenvliesontsteking hebben hersenletsel. En dat kan variëren van doofheid, blindheid, verlammingsverschijnselen, karakterveranderingen. Alles erop en eraan kan het zijn. Dus in eerste instantie willen ze iemand in leven houden. Wilden ze mij in leven houden natuurlijk. En vervolgens als iemand dan bij komt, als dat gebeurt, dan is de vraag van ja, wat gaan de restverschijnselen zijn? Hè? Vaak zijn mensen zijn verlamd daarna of dat dan ook in een rolstoel. Hoe dat dan verder uitpakt? Nou ja, je bent sowieso, zeggen ze, dat je 1,5 jaar verder bent voordat je een beetje gerevalideerd bent. En ook eigenlijk de balans op kan maken wat je dan nog wel en niet kan. Dus ik werd wakker en ik kon mijn handen niet bewegen, ik kon mijn armen niet bewegen. En een week later zet ik voorzichtig de eerste stappen, maar zelfstandig naar het toilet kon ik allemaal niet. En dus dat. Jij was al een beetje een uitzondering op dat punt. In die zin dat heel veel mensen die een hersenvliesontsteking hebben, die krijgen dat 1 keer. Dat was voor jou niet de eerste keer. Nee, dat is de 2e keer. En dan moeten we even teruggaan naar 1998, toen was ik 15. Ik heb toen een ongeluk gehad.
En daardoor ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen. Vrij zwaar ongeluk, waardoor er ook een breuk in mijn schedel zat. Daarvan was ik toen de tijd, moest ik revalideren. En nadat ik 2 weken in het ziekenhuis had gelegen, ging het van kwaad tot erg, want toen kwam de hersenvliesontsteking overheen. Dus nou ja, ik heb zojuist uitgelegd wat het inhield. En ik was toen een mannetje van 16. Ik was 16 in het ziekenhuis geworden. Slechtste verjaardag ooit was dat. Maar ik, dus toen heb ik een hersenvliesontsteking gehad. Daar ben ik toen van hersteld. En toen ben ik ook geopereerd aan mijn hoofd om die scheur uiteindelijk te dichten. Dus al met al heb ik, toen ik 15, 16 was, 3 maanden in het ziekenhuis gelegen. Fast forward naar 20 jaar later, 2018, was dus de tweede keer dat ik hersenvliesontsteking had. En voor de mensen die luisteren, het komt vrijwel nooit voor. Mensen kennen het wel een beetje misschien, maar in Nederland zijn ongeveer 700 mensen op jaarbasis die hersenvliesontsteking krijgen. Daarvan is ook nog een deel is een virus. Die is wat minder agressief. En de bacteriële variant komt vrij weinig voor. Het is ook als je een hersenvliesontsteking krijgt, dan gaat het heel snel, maar de symptomen zijn ook heel vaag. Dus het lijkt in eerste instantie alsof je gewoon een zware griep ineens krijgt, bijvoorbeeld. Dus, maar omdat het zich zo snel verspreidt, moet je er wel snel bij zijn. Dus dat was de tweede keer. En de artsen die dachten toen van ja, dat is gewoon puur vette pech, meneer. En dat kan soms, sommige mensen die winnen 2 keer de loterij in hun leven. En dit is dan de andere kant op, gewoon pure pech, zeiden ze. Dus jullie wereld verandert opnieuw drastisch. Spendeert toch wel redelijk wat tijd in het ziekenhuis. Die planten die groeien voort, die moeten gekweekt worden. Hoe vang je zoiets op? Ja, dat was niet te doen eigenlijk. Ik ben in januari dus ziek geworden. En dat is voor het seizoen, dan moeten alle plannen gemaakt worden. Dus dan op het land hoef je niet zo heel veel te doen. Het geluk was dat wij een enorme netwerk hadden opgebouwd in die korte tijd. Van mensen die graag met ons wilden samenwerken en ons een warm hart toedroegen. De mensen waarvan we het overnamen, die woonden ook nog op het erf. En Jan, die man van het boerenstel, die wilde direct inspringen ook om dat seizoen te helpen. Mensen van de tuinderij waarmee wij samenwerkten, die wilden graag helpen. Dus binnen de kortste keren was er een heel web aan mensen die graag mee wilden helpen. Dus we hadden toen bedacht van, nou, 2018 moet ik herstellen, maar we gaan wel door. En als we dan 2018 het seizoen overleven, letterlijk, maar ook financieel, hè, nou, dan kunnen we de hele wereld aan, dachten we. Dat was heel moeizaam, want ik moest herstellen. Suzette die kreeg alles op haar bord. Hè? Dus de verzorging van de kinderen, de verzorging voor haar man in mijn geval dus. Alle administratie, het coördineren van de vrijwilligers, van de medewerkers. Alles kwam op haar neer. En ik moest mijzelf terugvechten. En dat was heel, dat was een verschrikkelijk jaar, om het zo maar te zeggen. Heb je uiteindelijk iets gedaan op dat veld? Of ging dat niet? Of hoe moet ik me dat voorstellen, die revalidatie? In het begin kon ik helemaal niks. Want dan is het heel makkelijk. Als je benen het niet doen, dan houdt het gewoon op. En langzaam ging ik wat wandelen. Langzaam ging ik even ook over het land wandelen. En langzaam ging ik even wat sla schoonmaken. Dan een keer een tomaatje plukken. Echt op die manier voorzichtig weer aan het werk gaan. En ik werkte voor mezelf. We hadden ook geen vangnet natuurlijk. Financieel ook niet. En het is fysiek werk ook wat wij deden natuurlijk. Ergens is dat ook wel fijn. Want bijvoorbeeld de tomaten verzorgen. Ja, dan kan je gewoon even 4 plantjes. Kan je even de dieven kan je uit weg knippen. En dan ga je weer even liggen. Dieven, dat zijn niet mensen die jouw tomaten willen stelen. Nee. Dat zijn zijscheutjes uit de oksel van een takje van de tomatenplant die je weghaalt. Maar dat zijn van dat soort klusjes. Ja, normaal deden scholieren dat, weet je wel. En dan begon ik daar voorzichtig mee. Maar ja, ik ben ook ik durf wel te zeggen dat ik best wel bedreven ben en gepassioneerd, maar ook een strepertje. Dus ik wilde ook zo snel mogelijk
wel weer aan de slag. Ik vond het maar niks om zo ziek te zijn. Het was echt, het is heel confronterend om zo die rol aan te moeten nemen. Ik kon dat niet echt goed accepteren. Dus ook bij het revalidatiecentrum moest ik dan naartoe. En ja, dan moest ik op een fiets gaan, op zo'n home trainer gaan zitten en een beetje fietsen. En ik dacht, ik zit hier gewoon mijn tijd te verdoen. Als ik een kwartier op dit ding kan fietsen, kan ik ook een kwartier lang schoffelen, weet je wel. Dus ik zat heel erg in de mindset van, ik moet dat bedrijf moet ik doorzetten. Ja, dat is heel langzaam aan gegaan, totdat ik op een gegeven moment wel weer de markt kon draaien en mee kon doen met de oogst van de aardappelen. Ja, ik ging steeds meer weer de ondernemer kant op en de aanstuurder en de aanjager van alles. Dus dat heeft een seizoen geduurd. Heb je dan het gevoel, elke stap die je kon nemen, dat weer een stap vooruit was, dichter bij je doel? Ja, dan kan je natuurlijk afvragen welk doel je nastreeft. Maar ik dacht dat wel, ja. Ja, maar jij wou, zei je net terug, opnieuw de zaak een beetje runnen, de zaak redden. Ja. Dus als je dan, ja, als je dan weet van, vorige week lukte het mij niet om 5 planten te doen, maar deze week lukte het mij om 6 planten te doen. Ja. Dat zijn toch, ja, iedere keer kleine overwinningen. Ja, dat is eigenlijk hoe ik het aanpakte. En echt kijken inderdaad naar de kleine overwinningen en stap voor stap, letterlijk stap voor stap, de boel aanpakken. Steeds meer ook oog krijgen voor het grotere geheel. Ja, dat kwam er allemaal bij. Dus jij had ergens die honger zitten om verder te kunnen, die wilskracht om er snel weer bovenop te zijn. Je bent in januari ziek gevallen. Wanneer had je het gevoel dat je weer op dreef begon te raken? In het voorjaar van 2019, denk ik. Nou, het heeft toch een goed jaar geduurd voor je zo dacht van, nu begin ik op kruissnelheid te komen. Ja, dat was eigenlijk het idee dat ik dacht dat ik weer hersteld was. Ja. 2019, dat is een ander jaar, een nieuw voorjaar met nieuwe plannen voor het jaar. Ja. Had je toen rekening gehouden met hoe je je voelde? Of had je zoiets van, oké, kruissnelheid, we gaan het weer groots aanpakken, 2 hectare, dit gaat volstaan? Nee, we hebben wel geprobeerd te leren van de situatie. En Suzette heeft in oktober 2018 echt een stap terug gedaan in het bedrijf. En wilde zich ook meer richten weer op haar creatieve behoeftes en uitingen. En wij wilden de boerderijwinkel niet helemaal stoppen, maar eigenlijk heel anders inrichten. Dus we hadden wel duidelijke keuzes gemaakt om het werk meer naar onze hand te zetten zoals we het echt graag wilden. Omdat we hadden geen ruimte meer om te freewheelen. En ik denk dat het hele goede keuzes waren. Dus ook in het teeltplan met welke gewassen we wilden telen en wanneer en hoeveel. Daar hebben we toen goed over nagedacht. En ik denk dat we hele goede plannen hebben gemaakt voor wat we toen wilden. Ja. En dan begin je aan het seizoen. Je zit vol enthousiasme. Je hebt de plannen gemaakt. Je zit vol ideeën. Je begint te kweken. Ja. Wat was er in 2019 gebeurd? 2019 voorjaar ging supergoed. Ik had het idee dat ik na 3 jaar dat dingen, ondanks de tegenslag, dat we dingen heel erg op hun plek gingen vallen. De ervaring zat heel erg in mijn lijf ook van een jaar beginnen. In mei 2019 konden we ons eerste volledig, of het groentepakket volledig met eigen teelten vullen. Met spinazie en sla en radijsjes. En dat is een mooi moment. Super trots en dan ben je blij dat die dozen allemaal gevuld raken. En nou, ja, precies. Ja, dus in de ochtend gingen we spinazie snijden. En ik zat op mijn knieën. En diezelfde geuren waar ik het eerder over had, die zijn er dan volop om je heen. En we moesten 120 kilo spinazie snijden. Ik keek voor me uit. Weet je, die spinazie stond er prachtig bij. Begon te snijden en toen kreeg ik hoofdpijn weer opnieuw. En die hoofdpijn, die herkende ik. En toen dacht ik, nee, het zal toch niet. Ja, 24 uur later lag ik in coma in hetzelfde ziekenhuis. En weer 24 uur later werd ik weer wakker. In datzelfde ziekenhuis met diezelfde mensen om me heen. In datzelfde kamertje met al die apparatuur. En toen bleek dat ik voor de derde keer in mijn leven hersenvliesontsteking heb gehad.
Ja, dan stort je wereld toch wel even in, denk ik. Ja, ik dacht dat mijn wereld ingestort was in 2018 en dat ik daaruit was gekomen. En we waren net weer aan het opbouwen en toen kwam de genadeklap. En dat is niet te beschrijven. En ik wist toen ik bijkwam in 2019 van mijn coma en ik keek om me heen en ik zag zoveel herkenning ook en ik voelde zoveel in mijn lijf wat ik in 2018 ook voelde. En want ja, ik bedoel, Suzette stond met 3 kinderen aan mijn bed, weet je wel. Die kreeg te horen dat haar man wellicht binnen nu en 3 uur zou kunnen overlijden. Dat bericht had ze 2 keer te horen gekregen in 1 jaar tijd, weet je wel. En ik keek om me heen zo en toen wist ik van, ja, ik kan gewoon niet verder gaan met de droom waar ik 10 jaar voor heb gewerkt. Ik moet gewoon stoppen. Ik moet dit overleven. Ik moet echt terug naar af. Dus dan moeten zware beslissingen gemaakt worden. Ja, ja. En die beslissing was eigenlijk vrij, die was al gemaakt voor mij. Dus eigenlijk was die vrij simpel. Want dat ik überhaupt na de 2e keer hersenvliesontsteking in 2018 door ben gegaan, dat was eigenlijk al een wonder. En we wisten hoe zwaar dat was geweest. Ja, we wisten toen in 2019, toen ik bijkwam, dat ik sowieso kon ademen. Dat ik er gewoon überhaupt nog was, dat was al een wonder. En we wisten toen meteen, we moeten stoppen met het bedrijf. Want ja, ik kon niet zelfstandig naar het toilet, laat staan een landbouwbedrijf runnen. Dus dan ga je terug naar de vorige eigenaars met het slechte nieuws. Ja, dat klopt, ja. Die waren op vakantie in Kirgizië. Oh nee, die waren ze het jaar ervoor. Ze waren in Ierland aan het fietsen. En die moest ik bellen. En die mensen, dat zijn fantastische mensen. En ik vond het heel zwaar om hun het te moeten vertellen. Maar zij wilden alleen maar van mij horen hoe het met mij ging en hoe het met de kinderen ging en hoe het met Suzette ging. En ze zeiden, ja, hier kan niemand tegenop. Kan je van willen wat je wil, maar hier worden beslissingen voor je gemaakt. En dan moet je gewoon roeien met de riemen die je hebt en omgaan met de omstandigheden zoals ze zijn. Jij verliest daar in 1 klap quasi alles. Ja. Hoe ga je verder? Eerst en vooral revalidatie. Ja, ik heb een hele sterke vrouw. In het begin kon ik nog niet praten, want dan had ik een beademingsbuis in mijn keel. En dan kan je niet praten, maar zodra die eruit was, zei ik tegen Suzette, we moeten stoppen. En we moeten stoppen met bedrijven. En Suzette zei, ja, het is goed dat je dat zegt, dat dacht ik ook al. Dan ga ik aan de slag. En Suzette is toen gaan zoeken. In eerste instantie is ze gaan zoeken naar een ander huis. Omdat wij niet op die plek wilden blijven wonen. Die plek die vraagt om, die moet bewoond worden door mensen die daar op het land werken. En wij hoefden daar absoluut niet weg, maar dat wilden we zelf. Dus alle ontwikkelingen die zich vanaf dat moment gingen afspelen, dat is eigenlijk parallel gegaan naar mijn revalidatie. Ik leefde toen heel erg in een cocon. Ik kon ook maar heel weinig tot me nemen. Ik sliep heel veel. Ik was echt alleen maar gefocust op herstel. Echte revalidatie. En Suzette heeft daar omheen van alles gaan regelen. Dus die heeft een huis geregeld in Zutphen. Waar we nu ook wonen. Die is gaan kijken naar scholen voor de kinderen. Die heeft een baan gevonden in Zutphen. Die heeft alles rondom de revalidatie geregeld. Alle financiële afwikkeling heeft ze allemaal geregeld. Zodat ik in alle rust kon herstellen. Zo goed en zo kwaad als dat ging. En dan, hoe beter ik werd, hoe meer ik inzicht kreeg ook in alle consequenties die zulke beslissingen met zich meebrengen met het stoppen van een bedrijf. Maar ook met inzicht in wat er allemaal nou eigenlijk is gebeurd. Hoe dicht ik aan de rand van de dood heb gestaan. Hoe dat voor mijn kinderen is geweest. Hoe dat voor mijn vader is geweest. Voor de mensen om me heen.
Ja, dat is langzaam, maar zeker is dat allemaal... drong dat steeds meer tot me door. Langzaamaan word je dan beter, langzaamaan krijg je dat besef. Ja. Je zit waarschijnlijk nog altijd met een aantal idealen waar je leven naartoe wil richten. Kon je dat gemakkelijk aan elkaar koppelen of moest je in die periode toch veel compromissen gaan sluiten? Ja, ik heb heel veel compromissen moeten sluiten. Een beetje tegen je aard in. Ja. Maar kijk, ik heb het voorrecht om voor mijn idealen te kunnen kiezen. Dus dat is al een heel ander vertrekpunt. Dan als... Kijk, ik ben wit en ik ben een man en ik heb een Nederlands paspoort. En weet je wel, ik ben hoog opgeleid. Dus alle idealen daar, die zijn eigenlijk... Daar kies ik toch voor. Ik kan daar van alles over vertellen, maar uiteindelijk als ik heb de mogelijkheid om dat even aan de kant te schuiven. Dat is al een heel ander vertrekpunt als dat wanneer dat niet... Dus dat was in die zin wat makkelijker. Neem niet weg dat aan me is gaan knagen ook. Maar ja, dus die idealen, die moesten plek maken voor mijn herstel. En ik weet dat voor heel veel mensen, ook met diezelfde idealen, dat lastig kan zijn. Maar het bracht mij gek genoeg ook inzichten, hele nieuwe inzichten over hoe om te gaan met je idealen. En wat dat betekent voor jezelf en ook voor de mensen om je heen. En zulke ervaringen doen je realiseren, of mij in ieder geval realiseren, dat dingen zo relatief zijn. En zo ook mijn idealen. Ik heb zelf ook een verlies meegemaakt, waar ik van dag op dag heel veel dingen kwijt was. Ik weet dat je dan ook even het gevoel hebt dat je jezelf kwijt bent. Ja, het is echt existentieel, hè. Dat, en ja, dat... Hoe zeg ik het nou? Ik denk dat de idealen, die zijn dan verweven met jezelf. Maar dat betekent niet dat tot in het einde der dagen zo moet zijn. En ik denk dat zulke ingrijpende gebeurtenissen, tegenslagen, eigenlijk bevestigen dat alles zomaar anders kan zijn. Alles kan zomaar veranderen. En dat soort gebeurtenissen, die hebben geen boodschap aan idealen of niet. Dat is, aan de ene kant kan dat heel beangstigend zijn. Aan de andere kant kan het ook heel verfrissend zijn om je te realiseren van oké, ik heb, als ik opensta voor verandering, want die verandering gaat er toch wel zijn, dat betekent ook dat ik daarin kan groeien. En dat betekent dus ook dat je misschien afscheid moet nemen van ideeën of idealen waarvan je dacht dat absolute waarheden waren. Nu dacht ik dat niet altijd hoor, maar hè, waarvan je denkt zo van, nou, maar dit klopt helemaal, dit is echt een absolute waarheid. Ja, dat soort heilige huisjes worden dan toch omvergeblazen. Ja, dat brengt je tot nieuwe inzichten. Ik denk dat alleen maar positief is. Jij gaat revalideren op dat punt, heel langzaam. Je neemt tijd voor jezelf. Ja. Hoe verliep die revalidatie? Nou, die is tot op de dag van vandaag is die bezig. Maar in eerste instantie, ja, nou, dat begint in het ziekenhuis natuurlijk. Met weer proberen te kijken wat kan, fysiek en mentaal ook. En dan gaat stapje voor stapje, gaat dat gelukkig in mijn geval, ging dat vooruit. Eerst in de hal van de, of in de gang van het ziekenhuis, wat lopen, wat proberen te lezen, wat proberen te eten. Ja, bezoek voorzichtig ontvangen, omdat ik raakte heel snel overprikkeld. Dus ik kon ook mensen om me heen kon ik moeilijk hebben. Ja, dan naar huis toe, dus kijken hoe dat met de kinderen ging. De kinderen zijn natuurlijk, hè, er zit vol levenskracht, kijken hoe dat ging. Nou, dat is eigenlijk heel... Voor binnen het kader van wat er allemaal is gebeurd, ging dat heel snel heel goed. En ging mijn revalidatie ook steeds sneller. En wat wel belangrijk is in het hele verhaal is, ik moest nog opnieuw geopereerd worden. Omdat na de derde keer hersenvliesontsteking, ja, dat is geen toeval meer. Dus toen zijn er opnieuw onderzoeken gedaan door echte specialisten in Nederland. En zij vonden nog een aantal gaatjes in die scheur die er toen 20 jaar geleden... heeft gezeten. Dat was de oorzaak dat ik tot 3 keer toe hersenvliesontsteking kon krijgen. Dus ik ben in september van 2019 ben ik opnieuw geopereerd. Nou ja, en dat is
was dat mentaal vooral iets wat een grote stap was in de revalidatie. Zo van oké, het is nu gefixt ook, ik kan nu weer vooruitkijken. En toen ben ik ook weer verder gaan kijken van oké, wat ga ik dan ook doen? Ik ben ook steeds meer gaan lezen over, want lezen ging me goed af gelukkig, lezen over zelfcompassie, over hoe om te gaan met tegenslagen. Mensen vroegen ook steeds vaker mij om daar iets over te vertellen. Ja, ik ben echt volop met zelfherstel aan de slag gegaan. Jouw zelfherstel, daar ben je mee bezig. Heb je dan de kans om ondersteuning te krijgen van de overheid? Een soort sociaal vangnet? Of moest je toch ergens weer beginnen werken? Ja, dat sociale vangnet als je zelfstandig bent, is er maar heel weinig. Er is wel wat. En daar hebben we dankbaar gebruik voor gemaakt. Alleen, als je in loondienst bent, in ieder geval in Nederland, dan heb je een veel groter vangnet. En als je zelfstandig bent en je bent niet verzekerd, want die verzekering is peperduur, dat was voor ons geen optie. Dan ben je echt, dan kom je in de bijstand terecht. Maar dat hebben we met open armen hebben we dat mogen ontvangen en zijn we dankbaar voor geweest. En dat maakte ook wel dat ik tegelijkertijd wel ging zoeken van ja, maar hoe ga ik dan weer werken? Want dat was de vraag of ik überhaupt kon werken. Maar ik had wel het gevoel van ja, ik wil wel op een of andere manier een bijdrage kunnen leveren. Dus wat doe je dan? Ja, dicht bij mezelf blijven. Dus ik dacht, als mensen willen horen wat mijn verhaal is, dan wil ik dat wel vertellen. Dus dan ben ik gaan kijken of mensen daar behoefte aan hadden. Aan dat verhaal, eigenlijk als spreker aan de slag gaan. Ik ben daarover gaan bloggen. Omdat ik dacht van ja, ik weet niet wat ik aan kan. En dit staat heel dicht bij mezelf. Ja, dat begon te lopen toen in, ja, wat was het? Nee, november, december 2019. Kreeg ik mijn eerste klussen als spreker en ben ik me daarop gaan richten. Toen kwam natuurlijk ook wel later kwam corona, dus toen ging dat allemaal dicht. Maar tegelijkertijd voelde ik ook dat ik fysiek steeds sterker werd. En toen werd me een baan aangeboden als bedrijfsleider bij een natuurvoedingswinkel. Toen ben ik dat gaan doen. Dat klinkt als een cirkeltje rond. Ja, bijna wel, hè. Ja, ja en dat is wat dat betreft is dat wel fijn. Het geeft me ook de mogelijkheid, dat werk geeft me ook de mogelijkheid om daarnaast nog altijd dingen te doen rondom het spreken. En het spreken was in eerste instantie vooral om mijn verhaal zo te delen rondom de tegenslagen. Maar het heeft zich ook veel meer ontwikkeld tot alle kennis en ervaring die ik rondom de biologische landbouw heb. En de directe afzet en weet je, al die dingen, daar wilden mensen ook heel graag meer van weten. En vind ik ook leuk om over te praten. Dus dat kan ik mooi naast elkaar doen. In zekere zin, als ik dan een vergelijking mag maken met punkrock, dan zie je dat er ook andere mensen beginnen als punkrocker en een carrière als spreker en andere dingen uitbouwen. Dan denk ik aan bijvoorbeeld Henry Rollins. Zie daar een parallel voor jezelf? Ja, ik vind Henry Rollins, die vergelijking heb ik nog niet zo gezien. Of die zie ik niet zo hoe hij het doet. Je hebt Greg Bennick van Trial bijvoorbeeld, die doet het ook. Ik heb wel met Greg contact gehad over hoe hij het in ieder geval heeft aangepakt. Ja, en dat inspireert me wel. Kijk, ergens zit er ook gewoon zo'n soort podiumbeest nog altijd in mij. En daar ben ik eerlijk in. Ik vind het niet erg om de aandacht op mij gericht te krijgen als ik op het podium sta. Dus als ik daar mijn verhaal sta te vertellen, dan ben ik best wel in mijn element. Ik vind het leuk om te doen ook. En tegelijkertijd heb ik ook het gevoel dat ik wel iets te vertellen heb. En tegelijkertijd moet ik er ook gewoon nog heel erg in groeien. En ik wil dat wel serieus nemen. Ik wil dat wel serieus aanpakken. Ja, dat vind ik gewoon heel tof om te doen. Ja, heel leuk. Als mensen meer willen weten over jou en je spreekopdrachten, waar kunnen zij terecht? Nou, we hebben gewoon de website nog aangehouden van bieterood.nl. Dus bieterood.nl vind je ook aan de zijkant een blog waar ik, als het even kan, iedere week, om de twee weken een blog schrijf. Daar kunnen ze ook contact met mij opnemen.
dan weten mensen alle informatie te vinden. Toekomst geweest, hoe zie jij jouw toekomst? Ik ben nu heel erg gericht op echt een fijne baan en loondienst te hebben. Dat vind ik heel fijn, om daar met name ook de financiële rust in te vinden. En die vind ik, en daar geniet ik heel erg van. En daarmee dus ook vooral echt er voor mij en mijn gezin er te zijn. Dat staat eigenlijk allemaal in dienst daarvan. Om de groei van mijn kinderen vooral en het samen zijn met Suzette, dat heel erg te koesteren. En tegelijkertijd laat het groen telen en mijn idealen laten me natuurlijk niet los. Dus ik ben met de eigen moestuin ben ik weer bezig. Ik ben binnen de biologische sector ben ik volop bezig. Ja, en dat spreken, dat naar buiten brengen, dat zou ik ook nog graag doen. Stiekem en koester ik een droompje en ik zou heel graag zou ik daar een boek over willen schrijven. Maar alles op zijn tijd. Het klinkt alsof je al kleine stapjes vooruit aan het zetten bent richting die toekomst. Dus ik denk dat zoals een kat 9 levens heeft, heb jij dat misschien ook al. Dus laat eens hopen dat je niet nog een aantal moet gebruiken. Nee, laten we dat niet hopen. Nee. Ja, ik vond het een zeer boeiend gesprek. Ik hoop dat wij elkaar na deze coronatijden nog eens kunnen treffen. Hopelijk op een zeer mooie spreekopdracht van jou. Dus ik vond het altijd heel fijn om jou te zien op een podium. Dus ik keek er naar uit om jou te kunnen zien in een andere omgeving op het podium. Ik denk dat je sowieso geëntertained gaat zijn. Ik wil je hard danken voor je uitleg. En, dankjewel. Wat is nog een laatste iets wat je zou willen meegeven aan de mensen die luisteren? Ja, ik ben geïnspireerd door de punkrock en de bands. En een van de mooie quotes die ik graag meegeef aan mensen. Als je ook terugkijkt naar wat ik daarnet heb verteld, is wat Trial in een van hun teksten zegt. Is what we want, we must create. En dat vind ik altijd een hele mooie, omdat dat het heel sterk is wat mij betreft. Wat we graag willen zien in deze wereld, in dit leven, dat moeten we zelf creëren. En als we daarvoor gaan, dan komt het volgens mij goed. Prima. Ik denk het ook. Ik heb het gevoel dat het met jou ook goed komt. En dan hoop ik dat we elkaar snel kunnen zien. Ivo, super bedankt voor dit gesprek. Dankjewel, Stijn. Dankjewel. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via @overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt.